Nou, de tocht begint toch wel een beetje ontberend te worden. Om het 15 kilometer gat of zo. En hier gaan we de polder uit. Zo. Nou, dan ben je in Pieslauer. En we hebben nog een half uur. Volgens Stefan van Mullen. Het wordt een beetje krap, maar probeer het gewoon.